Bij een repaircafé op de Violenschool in Hilversum ging GooiTV kijken bij groep 7. De kinderen konden spullen laten maken en kregen bovendien tips waar ze zelf op kunnen letten als er iets aan mankeert. Ik zie hier een meisje met een hele lieve beer. Wat was er aan de beer kapot? Hij doet het niet meer en het was van mijn broertje. En ik denk dat hij nu heel blij gaat doen. En ik wil echt bedanken naar de repaircafé dat ze het hebben gemaakt. Weet je ook wat het precies aan mankeerde? Eigenlijk wist ik het niet. Dus wij gingen batterijen erin doen, maar dat lukte niet. En het lukte nu wel, maar nu heb ik er geleerd dat als je een beetje gaat zo mooi maken en dan met dat zingen doen, dat het wel lukt. Dus ik heb ook nu geleerd hoe dat gemaakt wordt. En dan moet je, heb ik van de meneer gehoord, dat je ook moet kijken naar de batterijen, hè? Dat je die kan meten. Ja, dat heb ik ook gehoord en dat vond ik ook heel interessant, want de meneer had ook een ding, een apparaat dat je zo kon meten hoe, of het apparaat werkt. En dat is ook heel interessant. Dus jij maakt je broertje weer blij? Ja, ja, heel erg. Wat heb jij voor een klusje? Ik heb deze paddenstoelbeeldje meegenomen omdat mijn kittens hebben op de grond gegooid van het kastje. En nu ga ik kijken of ze dit er weer op kunnen plakken. Nou, dat gaat die meneer wel doen, denk ik. Hij is gemaakt. Jij stond net bij de meneer die dit poppetje heeft gemaakt. Ja. Wat mankeerde eraan? Het zwaardje hier was los en daarmee heeft hij dus een spijker in allebei de kant gezet en dan zette hij hem weer in elkaar eigenlijk. Dat was heel cool. Daar kun je er weer lekker mee spelen. Ik vraag me af, kunnen jullie hier op school misschien ook zelf een repaircafé beginnen? Het zou wel kunnen, maar het lijkt me ook heel vet. Want ik vind het zelf ook heel leuk om dingen te repareren en te maken. Dat lijkt me echt heel cool. Misschien kunnen jullie er wel over gaan praten met de school. Ja, goed idee. We hebben hier ook een leerlingenraad. Dus dan kan ik het tegen degene zeggen die hier in de leerlingenraad zit. Heel goed. Hier is een jongeman met een hijskraan. Wat is daar precies aan kapot? Nou, de trap waar de auto's erop zouden kunnen gaan is helemaal kapot gegaan. Dat moet denk ik aan gelijnd worden. En de zijkant is er nog de schroeven eruit. En is het helemaal kapot eigenlijk. Maar als je straks bij die meneer bent geweest, denk ik wel dat alles het weer doet. Ja, denk ik ook wel. Zit ik nou voor? Willen jullie op deze school ook een repaircafé beginnen? Nou, wie weet is het wel een goed idee. Ik denk dat de kinderen heel enthousiast zijn. We moeten natuurlijk kijken of daar ruimte voor is en hoe we dat zouden organiseren. Maar ik denk dat het sowieso een goed idee is om de kinderen meer bewust te maken van spullen die we kunnen repareren en hergebruiken.